Goeiedag iedereen op deze 8 januari 2022 te Terneuzen. Ik ben hier momenteel aan de Westerschelde, locatie Jachthaven. Momenteel een temperatuur van bijna 2 graden. Redelijk veel wind. Dus hier in beeld de jachthaven van Terneuzen. En dan ook op de Westerschelde daar een vrachtschip komende van de haven van Antwerpen richting Noordzee. Dus een containerschip. Dus die locatie hier is ook wel bijzonder interessant om te komen fietsen. En natuurlijk om wandelingen te maken. Hè. Het is bijzonder spannend even hier de pier te doen. Een pracht van een beeld hier, dan ga ik even een beeld geven op de pier met de scheepsspotterplek, zoals men zegt. Dat is ook wel leuk voor mensen die houden van de schepen, vrachtschepen hier te zien. Heb je dus hier deze plaats, deze locatie. Is ook bijzonder interessant, informatief. Je hebt daar borden met de nodige uitleg. Het is ook recent volledig vernieuwd terug. Er is ook bewaking via een camera. Dat is ook wel goed tegen het vandalisme en zo. Dus bijzonder interessant van hier op deze plaats even te komen. En dan het prachtige zicht hier. Daar heb je ook in beeld Douw. Even verder. En dan ook de overkant van Nederland is bereikbaar via de Westerschelde-tunnel. En natuurlijk ook wel een mooi zicht op Terneuzen, van dit punt hier. Toch altijd wel mooi. Het is bijzonder gericht op wandelingen, natuurlijk met de fiets. Daar heb je de lijn 20 van Connexxion, die gaat naar het busstation Westerschelde-tunnel. Dus dat busstation is gelegen aan de andere kant van de haven hier in beeld. Dus je moet ongeveer rekenen 2 kilometer van het stadhuis tot het busstation daar. Natuurlijk heb je wel een halte aan het stadhuis. Hè. Voor hier ook nog een zicht op Terneuzen binnenstad. Dan zie je hier ook wel nieuwe appartementen die zullen gebouwd worden. Het is al bezig, dat ziet men nu vaak wel, de bouw van appartementen. Ik ga hier nog even terugkeren via de Schelde Boulevard. Ik zeg, het is bijzonder goed voor de gezondheid even hier te komen. Het is ook bijzonder ontspannend. Hè. Het is een keer, je bent even weg buiten de stad. Nee, het is vlak bij de stad natuurlijk, maar bon, met de wind, de sfeer. Het is toch wel bijzonder aangenaam. Ja, hier even in beeld het stadhuis.
en even hier de Neuzen van Terneuzen. Dus het toeristisch punt, dus de Ter van Terneuzen en de Neuzen erbij. En terug een zicht hier op de Westerschelde. Dus in Terneuzen zijn er veel appartementsgebouwen. Dus dat loopt zo verder aan de dijk tot Othene in die nieuwe woonwijk. En dan heb je daar wel meer huizen. Maar bon, hier heb je wel op deze dijk dus veel van die appartementsgebouwen. Er worden er ook bijgebouwd. Er is natuurlijk geen badstrand. Het is de sfeer toch wel van het water. Ik zeg, het water heeft een bijzonder aantrekkingskracht. Ik ga hier even nog stijgen voor een mooie overview nog. Daar in het midden van uw scherm is de Axelse Dam. Ja, dat is het. Stadhuisplein, gaan we even hier in beeld. Binnenstad. Terug even de jacht halen. En terug een mooie zicht hier op deze woonwijk, de appartementen en zo verder. Zo, ik ga mijn landing inzetten, want het weer is al het verslechteren. En er is zelf kans op sneeuw. Dus dat wordt spannend natuurlijk. Zo, beste mensen, ik ga de video afsluiten nog hier met een zicht op het stadhuis van Terneuzen. En ik zou zeggen tot de volgende, tot meer spannende vluchten.